Jongeren van het dorp Balingsula in het district Brokopondo hebben gisteren actie ondernomen om het naar hun zeggen illegaal bedrijf van de ondernemer Narpat Bisumbar uit het gebied te verdrijven. De jongeren die in het gemeenschapsbos van Balingsula activiteiten ontplooien, zeggen dat ze nu al 5 jaar stelselmatig zijn weggewerkt door de ondernemer. De verhitte jonge mannen, voor wie goud zoeken de enige bron van inkomsten is, hebben een onderzoek verricht. Volgens hun is daaruit gebleken dat de vergunning van Bisumbar vervallen is, wat hem dus tot een illegale ondernemer maakt. Dat was de reden waarom zij ertoe overgingen de hoofdweg die door het bedrijf Moussa was aangelegd te barricaderen. Een andere eis van de kleine goudmijnwerkers is dat de aanwezige Chinezen in het gebied ook vandaar vertrekken. Onze nieuwsdienst sprak ter plekke met enkele van de actievoerders. Bijna ook een eis hebben we een boete voor $65,000. Sama puru in een bus voor Balingsula. Truk. En samen met dat jaso. En een leitori. Sani adef sinanga ai. Alla den kriki. Pe ama vernietig. Toen de politie ter plaatse kwam, hebben de porknokkers uitgelegd wat zich daar heeft afgespeeld. Daarna heeft de politie de plek verlaten. Ondernemer Bisumbar is hierover niet te spreken. Hij geeft in een telefonisch interview aan dat de protesterenden illegalen zijn die zijn bedrijfseigendommen hebben vernietigd en gestolen. De inspecteur heeft mij van daaruit gebeld om te vragen of wij enig bericht dan wel geschreven hebben gehad van iemand dat we onze werkzaamheden moeten stoppen. Ik zeg, daarvan zijn we niet op de hoogte. Nog schriftelijk, nog mondeling. En bovendien zou het niet kunnen, omdat wij concessierechten hebben daar. En toen heeft ze, oké, dan begreep ze het. Ik heb daar ook toen aangegeven dat een uur of zo eerder de groep naar het bedrijfsterrein zelf is gegaan. Waar de plant is en dat gewelddadig de motoren zijn uitgedaan en de mensen zijn bedreigd en allerlei dingen.
En ik heb er gevraagd om dat daar aandacht aan te geven, omdat de mensen angstig waren. En toen heeft ze me gezegd, ze kan niet langs gaan. En vervolgens heb ik begrepen dat ze dus is vertrokken weer uit het gebied. Ik heb dus niet begrepen dat dat gebeurd is, omdat de heren hebben aangegeven dat uw vergunning is vervallen en dat u als zodanig dus geen rechten meer daar hebt. Maar welke heren hebben jullie dat verteld en waar hadden ze de protesterenden hebben aan de politie daar verteld dat dat het geval is. Ja, maar de politie heeft meegesproken en de politie heeft een kopie van onze beschikking op het bureau. Dus ze weten, alle politici weten. Het is niet een kwestie van vandaag. Je moet begrijpen, wij zijn bezig met alle formele autoriteiten. En alles is overlegd aan hun om te beoordelen of wij daar rechtens aanwezig zijn. Tot zover een ontevreden Narpat Bisombaar, directeur-eigenaar van Bos Enterprises. Het hoofd van de afdeling voorlichting van de politie, Humphrey Naarden, zegt niet bekend te zijn met dit geval. Hij zal zich laten informeren en dan met ATV terugkoppelen. Bisombaar geeft aan dat er grote vernielingen zijn verricht op zijn concessie. Hij heeft zijn personeel geëvacueerd en hij leidt grote schade. Gilbert Liefde benadrukt echter namens de actievoerenden dat niets vernietigd of ontvreemd is. Het laatste woord in deze kwestie is nog niet gezegd.